Maar om daar dan vervolgens een hele dramatische scène van te maken, van mij omdat je niet in de porno-industrie werkt. Ja jongen, niemand heeft je geforceerd, hè, om dat te nee doen. Hi allemaal en leuk dat je kijkt naar de Il Palazzo Ranking Party. Hierin daag ik elke week de afvaller uit Prince Charming uit om een top 3 ranking te maken van zijn medekandidaten. En de vraag van deze week luidt: wie is de grootste drama queen? En dat ga ik bespreken met de afvallers. Lars en Michael. Welkom jongens. Dankjewel. Leuk dat jullie er zijn. Ja. Jullie hoorden de vraag natuurlijk al even. Wie is de grootste drama queen? Nou, ik denk dat het Rick en Rick is. Mag dat? Rick. Ja, 3, 2, 1. Is dat zo? Nee, goed. Het was wel... wie zou er nog meer drama creëren? Ja, maar wie is er nummer... Oké, okay, jongens, laten we beginnen bij nummer 3. Wie is nummer 3? Ja, ik heb er maar 2. Ja, dat zijn Jimmy en Rick, maar ik weet niet wie er 3 is. Wie komt er het meest in de buurt van drama's? Drama, queen. Ja, die 2, ja. Ja, het zijn echt die 2. Dus, er Jimmy. Is geen nummer 3. Er is geen nummer 3. Nee. En wie is dan nummer 2? Jimmy. Ja. Jimmy. Jimmy. Maar dat komt omdat Jimmy gewoon een hele duidelijke mening heeft en dat heel graag deelt met de wereld. Ja, maar soms kan het wel een beetje gemeen ook overkomen. Klopt. Hoe gingen jullie daar dan mee om? Want we hebben natuurlijk best wel wat beelden gezien van Jimmy die duidelijk zijn mening gaf, ook aan het publiek. Ja. Ja. Ook richting Rick. Wat ik vond, dat voelde voor mij best wel dat ik dacht, oeh, moet je dat zo bam in een groep doen? Ja. Mm-hmm. Hoe keken jullie daarnaar? Ik ben een persoon die altijd mijn mening kan overzeggen en zeg het ook. Ja. Maar ik probeer me te downtonen om iemand niet zijn gevoelens eigenlijk te verpesten. Ja. En dat heeft misschien Jimmy niet zijn best gedaan, of wel in zijn ogen. Maar voor mij kon het een paar laagjes, like, level down a little bit more. Ja. En Rick is gewoon... Rick is dan jullie gedeelde nummer 1? Ja. Ja. En waarom Rick? Omdat hij gewoon vals is van mij. Ja, sorry. Okay. Nee, dat is prima. You do you. Jij vindt hem vals? Ja, zeker. En vooral vals in een manier van toen hij zo deed tegen iemand. Is dat niet een grapje? Voor mij is het gewoon disrespectful. En hij is voor mij best wel vaak gewoon disrespectful tegen best wel veel mannen. Van, ik zie geen concurrentie, wie ben jij? Duidelijke mening. Ja. Ja. Lars? Ik denk dat Rick in elke aflevering gehuild heeft. Dus als je dat drama hebt, dan is het Rick. Ja. Ik heb wel dingen gezien dat Rick best wel hele persoonlijke dingen deelde. Ook over zijn verleden, het werk wat hij heeft gedaan. Ja. Nou, ik vind dat wel heel dapper dat je zoiets deelt. Ja, maar en het is ook dan zijn keuze. Het is niet iets, ik bedoel, je hoeft het niet te delen. Mensen vinden het toch wel uit. Ja, maar hij vertelt natuurlijk wel, er waren jongens in het huis die het wisten. Ja. Ik wist er niks van. Ik wist het ook niet. Maar nee, maar er waren later, jongens die het wel wisten. Ja, dus dan is het toch dat je op een gegeven moment... Kijk, dan heb ik of de keuze om het zelf te gaan vertellen of... Ik laat het ze belopen en misschien gaat het dan zo ronddruppelen. Nou, dat had ik heel naïef gevonden als je dat zou doen. Maar dat heeft hij ook niet gedaan. Hij heeft inderdaad de keuze om dat zelf te doen. En dat lijkt me inderdaad de meest verstandige beslissing. Ja. Ik applaudeer het ook. Zeker, zeker. Maar om daar dan vervolgens een hele dramatische scène van te maken. Van mij omdat je niet in de porno-industrie werkt. Ja jongen, niemand heeft je geforceerd. Hè, omdat nee. En dit zijn de keuzes die je maakt. En om daar nou hysterisch over te gaan huilen, ja. Dat hoeft van mij helemaal niet. Oké, dus er was geen nummer 3. De nummer 2 is Jimmy. Ja. En de nummer 1 drama queen van dit seizoen is Rick. Ja. Ja. Dit was hem alweer, de top 3 drama queens van Lars en Michael. Wil je nou meer van Lars en Michael zien of van de andere mannen? Kijk dan iedere woensdag naar Prince Charming op Videoland. Volgende week ben ik natuurlijk weer terug met een nieuwe ranking video. Wie er dan bij mij zitten, dat is nog even geheim. Maar ik hoop dat je weer gaat kijken. Tot dan!